We zijn naar Miami gegaan om de cruise lines eigenlijk te vertellen wat onze visie als eiland, welke richting wij naartoe willen. Wij hebben in het Tourism Recovery Plan hebben wij onze visie vastgesteld en we willen eigenlijk de cruise sector beter managen. Dus dat is het beheer van de cruise sector, cruise area willen we goed managen. En dat betekent één van de beleidspunten die we hebben aangegeven voor ons. We willen naar één call per dag per boot. Dat betekent dat één cruise ship per dag abonneren kan aanmeren. Dat is natuurlijk iets wat we tijdens COVID zullen hanteren. Dat zal daarna ook heeft dat implicaties voor de verdere mensen die al boekingen hebben. Dus cruise ships die al hebben geboekt tijdens deze periode, zullen we ook proberen te schuiven waar mogelijk. Maar dat zal kunnen betekenen dat er op enkele dagen toch twee cruise ships per dag zullen zijn volgend jaar. Maar voor boekingen daarna zullen we, voor alle boekingen die vanaf nu binnenkomen voor daarna, zullen wel volgens ons het nieuwe beleid worden gehanteerd. Dus dat is een van de punten die we in Miami hebben besproken. Daarnaast hebben we ook over de nieuwe head tax gesproken. Dat is een tax dat we willen introduceren om dat de passagier meer gaat betalen. Dat betekent dat hij van $3.50 dat hij nu betaalt naar $10 gaat betalen. Niet iedereen was helemaal blij daarmee. Ik moet zeggen, een paar van de cruise lines waren heel open om daarmee te werken en mee te gaan daarin. Maar er waren ook anderen die minder enthousiast waren. En natuurlijk, dat begrijp ik. Het is hun business. Maar wij moeten vanuit Bonaire kijken en van de interesses van Bonaire zoeken en daarvoor zorgen. Dus dat hebben we nu ook aangegeven, dat dit de nieuwe visie voor het eiland is. Maar we proberen een balans te vinden. We hebben tijdens de Tourism Recovery Plan, het opstellen van het plan, hebben we met verschillende stakeholders gesproken. En je ziet dat heel veel mensen ook die in de cruise sector zelf ook werken, aangeven dat het gegroeid is op een niveau dat niet meer te managen was. En nu willen we dat beter gaan controleren. En dat betekent ook dat we nieuw beleid moeten gaan hanteren op het eiland. Dus dit is de visie die we hebben nu voor de cruise sector. Daarnaast willen we ook beter management op het eiland zelf. Dat betekent populaire attracties. Plaatsen waar er heel veel toeristen naartoe gaan, willen we zorgen dat er beter een limit komt per locatie. Dat we weten, oké, hier kan er maximum een aantal toeristen daar op dat locatie zijn. En dat moeten we gaan verspreiden over het hele eiland. Dus we gaan zorgen dat toeristen in plaats van naar een paar populaire locaties gaan, over eigenlijk meer van het eiland te verspreiden. Dus dat is de richting waar we naartoe gaan en de dingen die we gaan implementeren in de komende jaren. Bachelor's Beach heeft een nieuwe design die wordt geïmplementeerd voor deze jaar. Op de tekening kun je zien verschillende palapas en waar mensen kunnen zitten en kiosk. Is er rekening gehouden voor mensen die handicapt zijn, die zitten op een rolstoel? Ja, dit is een goed punt. Het blijft openbaar voor iedereen. Dus als iemand, een familie, met zijn chuck en met zijn stoel daar op de strand wil gaan zitten, is dat zeker mogelijk. Dan moet hij niks betalen daarvoor. Dat blijft open zoals het nu is. Maar wat hij daarvoor nu gaat krijgen, is een beter faciliteiten daar op de locatie. Dus we praten over toiletten, maar ook een barbecue zone. Ook palapas waar hij of zij onder kan schuilen. Samen met zijn familie, een betere trap die makkelijker toegankelijk is. Dus dat zijn de stappen die we nu gaan nemen om de Bachelor Beach mooier te maken. Daarnaast hebben we zeker ook rekening gehouden met de mensen die in een rolstoel zitten. We hebben heel veel zitten brainstormen over de mogelijkheid om vooral om het naar beneden te gaan bij de trap. Maar wij hebben uiteindelijk besproken dat het eigenlijk de hele feeling en de
laat zeggen, uitzicht van de beach zal veranderen als we een dergelijke constructie gaan maken. Dat heel groot zal moeten zijn om de rolstoelen te kunnen, dat ze access hebben tot de beach daar. Maar wat we wel hebben gedaan is, we hebben een strook voor de rolstoels boven geplaatst, waar de rolstoel dan daar boven wel makkelijk onder een palapa kan gaan zitten. Dus dat zijn de mogelijkheden die er zullen zijn bij de nieuwe ontwikkelingen daar. En hoe zit het met de veiligheid van de nieuwe beach? Want heel veel mensen zijn gewend om daar 's nachts 1 uur te gaan drinken of dingen gooien. Hoe zit het met de veiligheid en het onderhoud om het mooi te kunnen blijven in het hele jaar? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Iets wat we zeker ook rekening mee hebben gehouden. We hebben nu afgesproken met TCB en we zijn bezig met hun om een beheersovereenkomst op te stellen voor de locatie. Het idee is dat TCB het beheer van de locatie gaat doen. Dat betekent dat zij ook de kiosk zullen managen. Dus mensen zullen bij hun moeten gaan voor het huren van de kiosks. En zij zullen zorgen voor dat het maintained wordt. Dus dat de locatie goed onderhouden blijft. Dat alles wat er daar is goed onderhouden blijft. Natuurlijk zullen de mensen die daar een kiosk hebben ook bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Dus als je een kiosk daar huurt, betekent dat je ook moet zorgen dat het strand schoon blijft. Dat er uiteindelijk geen trash wordt geplaatst op de beach. En dat het mooi blijft en dat de faciliteiten schoon blijven. Dus dat zijn ook de verantwoordelijkheden die bij de mensen die een kiosk huren zullen komen. En het kiosk, hoe zit het in elkaar? Dus hoe wordt het gehuurd? Is dat nog niet bekend of moet er nog verder gesproken worden? Ja, het idee is, we zullen een publieke oproep doen voor mensen die interesse hebben om een kiosk te huren. Dat zal dan, ze moeten dan met hun idee komen, wat willen ze daar gaan doen. Wij zoeken producten die lokaal authentiek zijn, die ook kloppen met de nieuwe visie die we hebben voor toerisme. Dat soort producten zullen dan voorrang krijgen. We zoeken eigenlijk mensen die op Bonaire gevestigd zijn. Dus dat betekent dat mensen die op Bonaire gevestigd zijn met een bedrijf op Bonaire, die zullen de mogelijkheid krijgen om een kiosk te opereren.